Houdingen. Dank. Kan het wat de VVD betreft voorkomen dat een land wel aan de Kopenhagen criteria voldoet, maar dat de VVD wellicht toch zegt van nou, het is niet in het Nederlands belang dat dit land toetreedt? En dan specifiek in het geval van Oekraïne. Van Wijngaarden. Nee, nou, daar ga ik niet zo in algemene zin hypothetische statements hierover doen. Sorry. De heer Van Houdingen. Ja, toch even vond, dat is eigenlijk dezelfde vraag die ik aan de minister stelde. Van, los van die Kopenhagen criteria, dat is eigenlijk de vraag. Is het in het Nederlands belang dat Oekraïne toetreedt tot de Europese Unie? Want dat zou toch de fundamentele vraag moeten zijn. De heer Van Wijngaarden. Kijk, als het gaat over Oekraïne, dus die vraag die heer Van Houdingen opwerkt, die ligt nu niet voor. Als de vraag gaat om Oekraïne, dan is het in het Nederlands belang dat daar zo snel mogelijk vrede komt. En wel doordat Rusland zich terugtrekt uit die illegale invasieoorlog die zij zijn gestart. Dat is in ons belang, omdat daar ook het recht op zelfbeschikking van een land en de respect voor de integriteit van de grenzen van een land op het spel staat. En als dat het slachtoffer wordt van deze oorlog, dan zijn we pas echt ver van huis. Dus als u het vraagt wat is in het Nederlands belang, dan is het dat Oekraïne die oorlog wint. Ja, dat is niet echt antwoord op mijn vraag. En volgens mij spant u het paard nou ook achter de wagen. Want is het dan zo, laat ik het dan zo stellen. Stel dat er geen vrede komt, dat gewapende conflict blijft. Heeft u dan zoiets van, nou, dan moeten ze juist lid worden, want dan kunnen we ze nog meer steunen. Is dat dan in het Nederlands belang, dat we een land wat dus wellicht de oorlog is toelaten treden tot de Europese Unie, met wat ik net opnoemde? De heer Van Wijngaarden. In algemene zin zeggen wij altijd bij alle landen, ze moeten gewoon voldoen aan de Kopenhagen-criteria. En dat duurt zolang als het duurt, ongeacht welk land het betreft.